en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb onlangs de nieuwe Catrice Herfst Winter collectie binnengekregen in PR. Ja jongens, herfst, winter, oh my god. Can you imagine dat het gewoon alweer bijna tijd is voor die twee seizoenen waar ik echt totaal geen zin in heb. Ik wil gewoon zomer. Godzijdank is er deze week weer een klein beetje zon. Maar de afgelopen tijd hebben we echt slecht zomer weer gehad. Het voelt gewoon bijna alsof ik gewoon geen zomer heb gehad. Dus ik hoop dat deze zonnige dagen een beetje gaan aanhouden. Ik zag wel online op Boozy Shop dat er nog meer nieuwe Catrice producten waren. Dus ik heb zelf ook nog een aantal producten besteld. En die ga ik vandaag ook testen. Dus nu heb ik lekker veel producten die ik kan testen. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen. En ik dacht, ik knal er vandaag een beetje skincare bij. Dus ik heb deze iPad gekocht. Dit zijn de Catrice Energy Boost Hydrogel iPads. Er staat online dat de pads je helpen met vermoeide ogen. Dat het een de-puffing en hydraterend effect heeft. Revitaliseren en verfrissen het gebied rond de ogen. Hydrogel textuur herstelt de huid. Formule met hyaluronzuur, cafeïne, ginseng extract en allantoin. Vrij van parfum, microplastic, parabenen, mineralenolie en siliconen. En het is cruelty free en vegan. Deze gaan we gewoon even hier opdoen. Ik moet ze 10 minuten oplaten. Dit is wat erin zit. Oké, ik denk niet dat ze zo op moeten. Oh, ik ga stuk om mezelf. Ik denk dat ze zo moeten. Oké, ik ga ze even 10 minuten oplaten. A few moments later. Oké, 10 minuten zijn voorbij. Ik heb gewoon letterlijk 10 minuten TikTok-video's lopen kijken. Nou kan dit er weer af. En er staat dat je het dan gewoon verder moet insmeren. Dus dat doe ik dan gewoon. Oké, we zijn weer lekker fris en fruitig om de dag te beginnen. Dan ga ik beginnen met een nieuwe primer. Dit is de Catrice Grip & Last Putty Primer. En waar doet deze primer mij aan denken? Aan de ELF Cosmetics Putty Primer. Deze van ELF is echt super bekend. Super fijn ook. Ik heb hem echt al heel vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Dus ik hoop dat deze van Catrice even goed gaat zijn. Ik wilde zeggen, het is een dupe, maar volgens mij ze zijn like even duur. Dit is hoe het eruit ziet van binnen. Het lijkt echt letterlijk precies op die van ELF. Oeh, het is wel iets meer, iets zachter of zo, zeg maar, qua structuur. Kijk even hoe satisfying dit is, kijk. Oeh. En dan een beetje zo insmeren. Dit zou ervoor moeten zorgen dat je wat minder poriën hebt. Of ja, niet minder hebt, maar je ze minder goed ziet. En het moet je huid een beetje egaal maken. Het ruikt heerlijk. Ik vind het denk ik iets te crème-achtig, zeg maar. Iets te dun. Iets te gladjes. Ik weet ook echt niet hoe ik dingen moet beschrijven. Oké, nee. Ik heb nu al gezien, die van ELF is echt veel en veel beter. Oh, ik zie nu pas dat je ook zo'n soort van klein spateltje krijgt. Oh, dat vind ik wel echt leuk. Het volgende is een nieuwe foundation. De foundation is vandaag het enige product die ik al heb gebruikt. Want foundations moet ik altijd vaker gebruiken om echt mijn mening te kunnen vormen. Dus ik heb hem al afgelopen weekend gebruikt. En dat is deze. Dit is de Catrice All Matte Shine Control Foundation. Deze had ik ook ontvangen in PR, maar natuurlijk, like always, hebben ze me weer een veel te licht kleur gestuurd. Dus ik heb een andere kleur besteld. Dit is de kleur 052W Warm Pancake. En dit is echt een perfecte kleur voor mij. Zoals de naam al zegt, is het een matte foundation. Het heeft een medium tot volledige dekking. En hij is prachtig. Ik heb een normale tot droge huid. En ondanks dat hij mat is, maakt hij mijn huid niet te droog. Hij maakt je huid super mooi smooth. Hij maakt het helemaal mooi mat. Ik vond hem echt geweldig. Dus ik raad hem jullie zeker aan. Vooral als je een vettige huid hebt. Kijk even hoe mooi dit mijn huid maakt. Het blijft ook echt de hele dag goed zitten. Ik wilde nog een videootje maken van mijn gezicht aan het einde van de dag. Maar dat ben ik gewoon die dag helemaal vergeten. Dus ik kan jullie helaas niet laten zien hoe het eruit zag na een aantal uur. Maar het is echt super super mooi. Kijk even dit. Echt een prachtige dekking. Heel mooie mat. En het is helemaal niet zo dikkig of zo op je huid. Dus ik vind dit echt een hele mooie foundation. Ik zie dat ik geen nieuwe concealer heb. Dus ik gebruik gewoon mijn Catrice True Skin Concealer in de kleur 032 Neutral Biscuit. Mijn neus is zo hier een beetje aan het vervellen. Ik heb echt geen idee hoe het komt. Ik heb ook al mijn gezicht gescrubt en zo. Maar het blijft daar gewoon vervellen. Echt super irritant.
Oké, dan heb ik zelf ook nog deze poeder besteld. Dit is de Catrice All Matte Shine Control Powder. Ik heb hem in de kleur 100. En dit is gewoon een matte pressed poeder. Ziet er goed uit. Ik ga hiermee over alle plekken waar ik concealer heb aangebracht. Ik pak gewoon een beetje zo van die poeder. Ik heb ook expres een lichte kleur gepakt. En dan ga ik er gewoon zo overheen. Nee, jongens, deze poeder doet niet echt heel veel. Kijk even mijn gezicht. Het is nog gewoon één grote glans. Helemaal niks is echt mat geworden. Doe eens even normaal. Nee, deze poeder is niet zo fijn. No. Ik ga even in met mijn Catrice True Skin losse poeder. Die is wel heel fijn. En dan ga ik met die losse poeder baken. Nou, ik had echt niet verwacht dat ik die pressed poeder zo slecht ging vinden. Maar hij doet gewoon echt bijna niks. Je ziet gewoon bijna helemaal geen verschil. En we gaan vandaag echt voor een mat look. Dus ik wil alles goed mat hebben. En als het kan wil ik deze make-up look ook gewoon de hele dag oplaten. Dus ik hoop gewoon dat alles gewoon een beetje goed gaat. Maar tot nu toe ziet mijn gezicht er wel gewoon oké'tjes uit. Ik ga heel even snel mijn neus contouren en wat fixing spray sprayen. En dan kom ik zo bij jullie. Daar ben ik weer. Ik wil jullie eventjes laten zien hoe weinig die primer heeft gedaan voor mijn poriën. Want ik zie ze gewoon helemaal zitten. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien op beeld. Maar kun je ze hier gewoon helemaal zien? Kijk dit hier. Ik zie ze echt gewoon nog helemaal zitten. En normaal is dat echt helemaal niet. Dus dat is niet zo goed. In ieder geval, de basis is gelegd. Ik ga even stoppen met mijn gezicht. En we gaan beginnen aan de ogen. En ik heb dit super schattig paletje. Dit is de Catrice 5-in-1 Box Mini Eyeshadow Palette. Ik heb de kleur 060 Vivid Burgundy Look. Deze heb ik ook ontvangen in PR. Ik heb slechts één van de paletjes ontvangen. Je hebt er een aantal. Ik vind de kleuren echt prachtig. Matte en glanzende kleuren. Dus ideaal voor een volledige look. Toen ik dit paletje zag, moest ik wel echt gelijk denken aan de kleine paletjes van Natasha Denona. Deze lijken daar echt precies op. Dus ik denk dat dit een beetje een dupe is ofzo. Maar dit ziet er echt geweldig uit. Hiermee gaan we even een lookje maken. We gaan inzoomen op de ogen. Ik heb al geprimed met concealer, dus dat ga ik niet meer doen. Ik mis hier wel een beetje een lichte kleur. Zo'n soort kleur, maar dan iets lichter voor in mijn arcadeboog. Deze lichte kleur hadden ze echt wel weg kunnen laten en dan gewoon zo'n kleur doen. Want nou moet ik gewoon gelijk ingaan met zo'n donkere kleur. Nou, ik ga beginnen met deze kleur hier. Aangezien die kleur echt best wel donker is, ga ik hem gewoon heel lichtjes aanbrengen in mijn arcadeboog met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Ik pak gewoon echt maar een heel klein beetje, heel voorzichtig. En dan breng ik die kleur aan in mijn hele arcadeboog. En ik richt me vooral op de buitenste ooghoek. Kijk, is het nu niet letterlijk alsof ik twee kleuren heb gebruikt? Ik heb hier in de hoek iets meer druk gezet, waardoor de kleur wat donkerder werd. En hier zo heb ik het heel lichtjes aangebracht, waardoor de kleur lichter werd. En zo is het alsof je gewoon twee kleuren hebt aangebracht. Echt ideaal. De kleuren zijn wel echt een beetje stroef. Ze blenden niet zo lekker mee. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur. Die pak ik op met een platte fluffy kwast, Boozy Shop UP24. En die breng ik aan vooral in de buitenste hoek. Even een bruin oogpotloodje in mijn waterlijn. En dan breng ik die twee kleuren ook aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze glanzende kleur hier. Die pak ik gewoon een beetje met mijn vinger. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Die is lekker heftig. I love it. Nou, deze glanzende kleur is echt amazing. Alsof ik gewoon een duur paletje gebruik. Echt fantastisch. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan een beetje zo hier in de binnenste ooghoek. Dan pak ik ook nog deze hele lichte matte kleur. En met die kleur ga ik een beetje zo over de randen om het extra te diffusen. En dan is de ooglook helemaal af. Dit is de look. Wat vinden we ervan? Ik vind het wel echt een mooie look. Dit is echt een look die ik gewoon zou dragen. Heel mooi smoky. Maar de matte kleuren waren een beetje stroefjes qua blending. Niet het beste paletje, maar ook niet het slechtste paletje. Ik wil ook een wing aanbrengen, maar ik heb geen nieuwe eyeliner. Dus ik gebruik gewoon mijn NYX Liquid Eyeliner. Dan heb ik ook een nieuwe mascara. Dit is de Catrice Lash Changer Waterproof Volume Mascara. Dit is de waterproof versie, maar ze hebben ook een normale versie, maar die was uitverkocht. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon maar voor de waterproof versie. Er staat op dat hij super zwart is, waterproof is en een volume moet geven. Dit is hoe het borsteltje eruit ziet, gewoon vrij normaal.
Ik vind de mascara fijn. Ik vind het borsteltje heel fijn. Omdat hij wat dunner is, pakt hij echt elk haartje. Je kunt het nu niet heel goed zien, want ik heb echt mini wimpers en een hele dikke eyeliner. Maar hij geeft echt lekker volume. Hij pakt mijn wimpers ook goed vast en trekt ze helemaal zo omhoog. I love it. Wel moet ik zeggen, het borsteltje is een beetje ruw. Dus ik denk dat als je gevoelige ogen hebt, deze niet fijn gaat zijn voor jou. Oké, ik ga even nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bij je terug. Oké, ogen zijn helemaal klaar. Deze look lijkt echt heel erg op mijn 1 uur glam makeover video die ik laatst heb geplaatst. Alleen dan een meer betaalbare versie ervan. Nou ga ik verder met het bronzen van mijn gezicht. Ik heb deze bronzer besteld. Dit is de Catrice Holiday Skin Luminous Bronzer. Er was maar 1 kleur, dus die kleur heb ik gewoon besteld. Dus ik ben benieuwd. Dit is de kleur 010 Summer in the City. Oh, de wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl Desire van Sosu. Er staat op dat dit een glanzende bronzer is, maar als ik er zo naar kijk, is hij volgens mij gewoon mat hoor. Hij lijkt gewoon mat. Hij is wel echt heel licht. Oh my god. Ik denk dat dit te licht gaat zijn voor mij. Hij is veel te licht. Je ziet helemaal niks. Je ziet gewoon letterlijk helemaal niks. Deze bronzer kan ik niet gebruiken. Hij is veel te licht voor mij. Hij ruikt wel lekker. Dan ga ik gewoon even een bronzer van mij gebruiken. Ook van Catrice. De Sunglow Matte Bronzer in de kleur 030 Medium Bronze. Dit is echt een van mijn fave bronzers. Hij is echt al heel vaak gebruikt. I love it. Dan voor blush heb ik ook een paletje besteld. Dit is het Catrice Coral Lights Blush and Highlighter paletje. Echt een super super lang paletje. Oh my god, deze heb ik ook gewoon besteld. En dit is de inhoud. Je hebt verschillende blushes en 2 highlighters. Sommige blushes zijn mat en sommige zijn glanzend. Volgens mij is er maar eentje mat. Ik zie dat de kleur hier in ieder geval mat is. En de rest lijkt allemaal een beetje een glans te hebben. Ik denk dat ik gewoon ga voor de kleur hier, de matte kleur. Het is allemaal wel een klein beetje klein, dus mijn blush kwast past er echt net in. En dan die gewoon een beetje aanbrengen. Oké, er komt echt bijna niks van af. Ik ben er echt helemaal in aan het gaan. Maar er komt gewoon bijna geen kleur van af. Wat is dit? Ik pak ook een beetje van deze oranje felle kleur. Die is heel fel, dus ik hoop dat daar wel iets van af komt. Ja, daar komt iets meer vanaf, maar deze heeft heel veel glans en dat vind ik niet zo mooi. Oh, mijn gezicht is nou hier zo echt helemaal niet smooth. I don't like it. Weet je wat ik gewoon doe? Ik pak gewoon een beetje zo alle kleuren, whatever. At this point, I don't care anymore. En dan pak ik de kleur hier als highlighter. Hopelijk gaat die mooi zijn. Ik denk het niet, maar oké. Ja, hij is heel subtiel. Maar het is er wel. Kijk, je hebt wel echt een glow. Oké, dit paletje vond ik niet zo. Vooral de blushes, er kwam echt gewoon bijna geen pigment vanaf. Ik heb echt superveel moeten aanbrengen. De highlighter vind ik wel mooi. Maar ook hierbij moest ik weer heel veel product aanbrengen om een beetje een glow te krijgen. Dus ik ben er niet zo enthousiast over. Oké, dan de lippen. Ik heb 2 producten. Ik ga beginnen met de gloss. Dit is de Catrice Volume Extreme Lip Booster. En dit heeft een optical teeth whitening effect. Dus dit moet je tanden witter laten lijken. Ik hou van deze Extreme Lip Booster van Catrice. Deze glossjes zijn echt super. Fijn. Ik heb hier ook een andere versie. Dit is de Spice versie. Deze heb je nou echt in volgens mij echt 4 of 5 versies of zo. Laten we even kijken of hij echt mijn tanden witter gaat laten lijken. Daar ben ik altijd wel voor in. Ik wil echt al zo lang mijn tanden laten bleken. Maar ik heb een gevoelig gebit en ik ben gewoon te bang dat het dan echt pijn gaat doen. Laten we hem even aanbrengen. Oeh, hij is een beetje zo lichtblauwig. En jongens, lijkt mijn gebit witter? Ik weet niet echt of dit mijn gebit witter heeft laten lijken. Sterker nog, het blauw wat erin zit maakt een beetje mijn lippen grijzig. En dat vind ik niet mooi. Alsof mijn lippen een beetje dood zijn, alsof ze bevroren zijn. Ik denk dat ik de andere toch wel iets mooier vind dan deze versie. Dan heb ik hier een lipstick. Dit is de Catrice Vegan Collagen Matte Lipstick in de kleur 030. Is echt een hele mooie kleur. Het is zo heel mooi matachtig. Beetje velvet matachtig. En er staat Catrice op. Eventjes swatch op mijn hand. Het is een beetje een donkere plankleur. Ik denk dat het echt prachtig gaat staan met de ooglook. Ik ga in met mijn MAC Lip Pot loodje in de kleur Whirl en dan de lipstick. Hele fijne lipstick. I like it. Als laatste heb ik ook een spray. Dit is de Catrice Clean ID Hyaluronic Fixing Spray. Er zit geen alcohol in, geen siliconen, geen microplastic, geen minerale olie en geen parabenen. Dus echt helemaal clean, ideaal. Laten we mijn gezicht een beetje gaan hydrateren, jongens. Wel een hele agressieve spray. Hij ruikt wel echt heerlijk. Als je niet houdt van een heftige geur, dan is hij niks voor jou. Wow, hij heeft echt goed gehydrateerd.
geselecteerd. I like it. De geur is wel een beetje too much. Nou jongens, ondanks dat er echt een aantal producten bij zaten die ik niet zo goed vind, ben ik toch wel heel blij met hoe de make-up look is geworden. Ik vind het echt heel erg mooi en dit ga ik ook echt de hele dag ophouden. Laat me even weer vliegensvlug vertellen wat ik nou van alles vind. Dit Catrice paletje vind ik echt te minimaal. Komt bijna geen pigment vanaf. Ik raad hem niet aan. De lipgloss raad ik ook niet aan, omdat hij je lippen een beetje dood laat lijken. Deze lipstick vind ik heel mooi. Ik heb hem ook in andere kleuren en ik vind hem echt heel erg fijn. De matte poeder maakt absoluut niet mat, dus raad ik ook niet aan. Dit paletje vind ik wel fijn. Het was een beetje stroefjes met de matte kleuren, maar voor die lage prijzen is het echt een prima paletje. Vooral die glanzende kleuren zijn echt amazing. De foundation is echt de winnaar van vandaag. Super mooie matte foundation. Het droogt ook je huid helemaal niet uit. I love it. De kleur is ook echt perfect voor mij. De bronzer kon ik helaas niet gebruiken, want hij is te licht voor mij. Body primer vind ik helemaal niks. Hij doet letterlijk niet wat hij zou moeten doen. Dit is echt speciaal gemaakt voor de poriën, maar ze zijn echt gewoon nog helemaal te zien. Hij heeft er echt helemaal niks voor gedaan. Dus ja, een aantal producten raad ik aan, maar een heleboel helaas ook niet. Al met al vond ik het wel heel leuk om de video te maken. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Geef je mening. Dat vinden jullie altijd heel leuk om te kunnen doen online. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!